Maar allee, Jeanne d'Arc en Bob Dylan wisten op hun 19e al heel duidelijk wat ze wilden bereiken. Zo vergelijkt Ed Kennedy zichzelf omdat zijn leven er zo ellendig uitziet. Marcus Zusak, een man van 48 jaar, schreef het boek De Boodschapper, een jeugdliteratuur en roman in 2011 en het boek is uitgegeven door de uitgeverij The House of Books. Ed Kennedy is een jongen van 19 jaar en is een illegale taxichauffeur omdat je normaal gezien 20 jaar moet zijn om taxichauffeur te mogen zijn. Hij leidt een miserabel leven omdat hij geen echte carrière heeft, geen aanzien in de gemeenschap en geen goede band met zijn ouders. Ook is hij super verliefd op zijn beste vriendin Audrey, maar jammer genoeg weet hij dat er nooit iets zal zijn tussen hun twee omdat zij heel kieskeurig is en dat hij niet goed genoeg is voor haar als partner. Ed heeft een stinkende hond genaamd de portier en elke ochtend drinken ze gezellig samen een koffietje. Zijn favoriete moment van de week is wanneer hij een potje kaarten genaamd pesten gaat doen met zijn drie beste vrienden Marv, Richie en Audrey. Marv is namelijk iemand die nooit zijn mond kan houden en probeert cool te zijn door sigaretten te roken, terwijl hij ze eigenlijk niet lekker vindt. Richie daarentegen is iemand die heel stil is en die een belachelijke tatoeage op zijn arm heeft staan. Hij heeft een lange baard en is fan van bier drinken. En dan heb je Audrey, ze heeft goudblond haar, een scheve glimlach en hele mooie heupen. Ze houdt er ook van om films te kijken en ze zit altijd tegenover Ed, waar ze ook zitten. En op een dag ligt Ed Kennedy samen met zijn vrienden op de vloer van een bankkantoor. Maar Richie, Audrey en Ed zien dan plots hoe een bankovervaller zijn best doet muisstil over te komen. En dan zorgt Ed ervoor dat de overvaller meegenomen wordt naar het politiekantoor en ingerekend wordt. En daardoor is Ed dan plots de held van het dorp. Ed krijgt dan enkele dagen later een speelkaart toegestuurd met daarop drie vreemde adressen opgeschreven waar hij naartoe zou moeten gaan. De kaarten blijken eigenlijk allemaal bepaalde opdrachten te zijn die Ed moet uitvoeren. En de eerste kaart is de ruitenaas. Hij wordt dan door zijn geheime boodschapper en zijn begeleiders Daryl en Kate gedwongen om zich in bepaalde gebeurtenissen te zetten. Hij krijgt vanaf dan nog andere kaarten met allemaal boodschappen en een thema per kaart, zoals bijvoorbeeld beschermde ruiten, overleefde klaveren, graafdiep met de schoppen en voelde harten. Ed moet problemen ondervinden bij allemaal verschillende mensen en ze helpen of moeten aandacht geven. Hij is getuige van een gewelddadige actie in een familie waar een man zijn vrouw slaat. Ook komt hij een vrouw tegen die heel eenzaam is. En hij ontmoet ook een meisje die iedere hardloopwedstrijd als tweede eindigt. Vervolgens treft hij ook priester Aurelie die heel wat problemen heeft met zijn broer. Ed voert dus natuurlijk al die dingen uit en gelukkig heeft hij altijd zijn drie beste vrienden en zijn hond, die de enige positieve dingen zijn in zijn leven. Totdat de namen van zijn vrienden plots ook op de kaarten komen te staan en dat Ed hun diepste geheimen moet weten komen en daar wordt hij natuurlijk wel bang. Ed groeit dankzij het oplossen tot een zelfzekere volwassene man die toch iets in zijn leven kan bereiken en die zich goed voelt door mensen te helpen. De vraag is nu, wie staat er achter al deze opdrachten die Ed toegestuurd krijgt? Wel, jullie gaan het boek zelf moeten lezen om het einde van het boek te ontdekken. Ik vond persoonlijk dat dit een heel interessant, spannend en avontuurlijk boek was. Er waren ook hele grappige momenten en dat maakte het leuk. Het leerde me ook dat je positief moet blijven in je leven en dat je altijd wel iets kan bereiken. Kijk maar naar Ed, die nu een volwassene man is geworden en die weet wat hij met zijn leven moet doen. De auteur heeft het ook origineel gemaakt en hij wou er ook een boodschap achtergeven en dat is top.